Ik denk dat je niet meer in zaaltjes bij elkaar hoeft te komen om te bespreken wat de problemen zijn en wat je van de problemen vindt. En dan via een getrapsysteem dat door te geven aan een vertegenwoordiger, die dan een vertegenwoordiger van een andere partij, bij wie het precies hetzelfde was, te lijf gaat om een meerderheid te vormen. Wij hebben met internet, sociale media, zoveel informatie. We kunnen zo snel van elkaar te horen krijgen wat we vinden. Als we dat op een of andere manier weten te leiden tot, ja, iedere ochtend even voordat je naar je werk gaat aangeven wat je vindt van de issues van vorige avond, dan ben je oneindig veel democratischer bezig. Maak de politiek weer van ons allemaal. Pak je stem terug op 15 maart.